Er moet een diepgaand onderzoek worden ingesteld naar de werkelijke oorzaak van wateroverlast dat het binnenland momenteel teistert. Dit zei ABBA-parlementariër Edgar Sampi vandaag tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Momenteel heerst er in de samenleving nog onduidelijkheid over de werkelijke reden voor de hoge waterstanden in Brokopondo. Wanneer het gaat om het leed van onze mensen in het binnenland, wanneer het gaat om vechten voor ontwikkeling van het binnenland, moeten we altijd op één weg blijven bewandelen. En gelijk hij heeft gesteld dat hij wenst dat er een onderzoek komt, vraag ik ook aan de regering om een diepgaand onderzoek in te stellen omtrent de oorzaak van zo'n wateroverlast. Want zonder data de Garimperos de schuld te geven, zonder data's de schalienhouders schuld te geven, kom met concreet onderzoek, concrete data, dan kunnen we als samenleving, dan kan de samenleving in Brokopondo werkelijk aangeven van dit zijn de data's, hierom is dat gezegd. Dus zonder data's schuld te geven aan iemand is niet gezond. En vraag ik ook als ondersteuner naar het lid toe dat er een onderzoek komt, onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak hiervan, voorzitter. Dank u wel. Vanwege wateroverlast is het onderwijsproces flink in gevaar gekomen. De achterstanden als gevolg van de COVID-pandemie zijn nog groter geworden. Fractieleider van de VHP, Aziz Kumar Gayadin, heeft zijn licht laten schijnen op dit aspect. Wat dat deel betreft, en we vragen het ministerie van Onderwijs, wat het beleid is. Ja, als er gebieden zijn die onder water zijn gelopen, dan kunnen we ons enigszins voorstellen. Maar andere gebieden die reeds droog zijn, ik kwam recentelijk uit het Matawai-gebied bijvoorbeeld, daar is al helemaal droog. En we zien dat school ligt vrij hoog, alles. En de kinderen ontberen onderwijs. Dus we vragen wat dat betreft een aangepast beleid vanuit onderwijs, dat gebieden die wel voorzien kunnen worden van onderwijs, dat dat wel gebeurt. Ook BEP-DNA-lid Ronnie Asabina heeft tijdens de vergadering zich uitgesproken over de situatie in Brokopondo. Hij vraagt zich met name af waarom er nog geen noodtoestand is afgekondigd voor het gebied. Asabina vindt het verder een kwalijke zaak dat de communicatie naar de plaatselijke bevolking niet naar behoren verloopt, waardoor de bewoners in grote onzekerheid verkeren. Indachtig het voorgaande, voorzitter, spreken wij onze diepe en ernstige teleurstelling, maar bovenal afkeuring uit over de reactie van collega DNA-leden, voorzitter, maar ook regeringsautoriteiten op onze opstelling, houding en inzichten over deze materie, welke men tracht weg te moffelen, af te wijven, af te jassen als er zijn stemmingmakerij, of dat wij politiek munt uit de situatie willen slaan, behalen, meneer de voorzitter. Wat is er vreemd eraan, voorzitter, als wij eisen dat er een diepgaand en onafhankelijk onderzoek komt naar de oorzaak van deze abnormale en verwoestende waternood in Brokopondo. Wat is er vreemd eraan, meneer de voorzitter, als wij oproepen om mede als gevolg van de toenemende verhoging van de capaciteit van het spelen in combinatie met de reële kans van toenemende regenval meer aandacht op eisen voor eerlijke, heldere, effectieve en regelmatige communicatie aan de getroffen gebieden.